Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. In deze video gaan we het hebben over de 2-in-1 AirBuds en Smartwatch. Dus dit is een combinatie van beide. Ik vond het wel heel bijzonder en ik dacht mezelf, hier moet ik een filmpje van maken. Hij komt met Bluetooth 5.0, dus even ongeveer een 10 meter afstand als het gaat om het bereik van de koptelefoontjes. Voor de rest is even wat informatie. Hij heeft 110 mAh batterij van binnen. De oordopjes zijn 28 mAh. En ze zeggen dat die standby 15 dagen mee kan gaan. Het schermpje is nog net geen inch. Is wel interessant. Ja, hij kan gekoppeld worden met bijvoorbeeld een iOS, oftewel Apple als Android. En laten we eens even gaan kijken naar het product zelf. We gaan hem niet unboxen, want dat heb ik al gedaan. Wat je gaat krijgen is uiteraard in zo'n geweldige protectie hier zo. Er zit al iets op, lijkt het wel. Er zit er niet heel erg goed op. Nou, ja, dat is een beetje jammer. Maar in ieder geval, om te beginnen, hij komt met dit rubber bandje. Zoals heel vaak met van dit soort loosjes. Dus als je inderdaad echt een sporter bent, is het wel heel prettig. Maar één ding is al zeker. Kijk, hij is wel wat hoger dan andere modellen. Door het simpel feit dat er AirBuds in zitten. En dat zie je dan hier bijvoorbeeld. Ik zal er even een horlogetje bij pakken. Ik heb toevallig eentje liggen. Zoals je ziet, is hij echt wel een stukje dikker. Het valt op zich wel mee, vind ik zelf. Ondanks er AirBuds in zitten. Zoals je ziet, ze laden al op als ze erin zitten. Ik vind het wel bijzonder. Maar het nadeel is wel, heb ik gemerkt, met voorgaande modellen, dat er met AirBuds, dat er vaak met magnetisme zit erin vast. We hebben ook een mooi klein spiegeltje. Dus dat vind ik wel een nadeel. Je moet hem echt dicht doen, wil je hem gebruiken. Maar goed, we gaan zo meteen even luisteren hiernaar. Van binnen zit er ook nog een handleiding. Dat ga ik je even laten zien. Handleiding, even kijken. Dit is de handleiding die ik je wil laten zien. Nou goed, kleine korte uitleg. Zoals je ziet, je moet de code gebruiken of de QR-code gebruiken om eventueel de app te downloaden. De app is heel simpel. Het is niet heel veel bijzonder. Je kan wat kleine dingetjes mee bedienen, zoals je camera of je berichtjes binnenkrijgen. Het is heel vrij simpel. Het is dus niet vergelijkbaar met een Samsung bijvoorbeeld. Ik ben ook niet zo heel groot fan van dat soort apps. Ik ga deze eraf halen, die zit er toch scheef op. Maar laten we eens even een kijkje nemen naar het horloge om te beginnen. Wat kunnen we er eigenlijk mee? Ingedrukt daarover een paar seconden, dan gaat hij aan. Zoals je ziet. Hier heb je dus de tijdweergave. Zoals je hier ziet, laat hij ook gelijk zien hoe vol de batterij is. Hij gaat ook na een paar seconden uit. Eventueel de modus, als je hem omdraait, of in ieder geval dat je naar je horloge kijkt. Kijk of dat werkt. Moet hij aangaan. Dus niet eens koud op het knopje drukken. Het is geen touchscreen, zoals je kan swipen, dat niet. Helaas, je hebt gewoon de knop, dat is vaak wel wat goedkopere horloges. Zoals je hier ziet, kan je zien hoeveel de stappen je hebt gelopen, hoeveel calorieën je hebt verbrand. Er zit ook een hartslagmeter op, zoals je ziet gaat hij al aan. Dus gewoon de standaardfuncties, zoals met alle goedkope smartwatches zitten op. Dus eigenlijk wat je moet doen met dit soort smartwatches, doordat je een 2-in-1 koopt, lever je eigenlijk ook een beetje in. Zoals je ziet, je hebt maar een heel klein schermpje erin zitten bij een voorgaande versie had ik al heel snel dat je, moet ik wel even te snuiten halen. Maar goed, laten we eens eventjes naar de oordopjes kijken die erin zitten. Zoals je ziet, ze vallen er zo uit, dus dat vind ik dan wel weer een beetje jammer. Ze zijn aan het knipperen, dus ik kan ze zo koppelen. De vormgeving, ik weet niet hoe comfortabel het is. Dat ga ik zo meteen eventjes doen. En ik ga deze even koppelen met mijn telefoon. Kijken of dat hij ze ook gelijk ziet. De telefoon erbij pakken. Even de Bluetooth functie aan. Deze kan nog wel even uit. Even zo, dan gaan we even kijken of dat hij ze gelijk vindt. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Hij zou hier onderaan moeten komen. Even kijken of dat ze aan het knipperen zijn. Hij is aan het knipperen, dus in principe zou hij het moeten zien. Ja, even aan en uitzetten, kijken of dat werkt. Dat kan soms wel eventjes duren. Ja, M1. M1 is overigens ook het merk van het horloge. Ze zijn verbonden. Toppie. Het eerste wat me opvalt met de koptelefoontjes is dat ze... Ja, ze gaan wel een beetje lastig in mijn oor. Maar ja, dat komt natuurlijk door de vormgeving. Ze zijn ook vrij klein. Dus ik vind het een beetje lastig. Ze blijven er redelijk in zitten.
Deze hebben wel een mogelijkheid om te drukken. Grappig genoeg, want kijk, ze hebben hier dan bijvoorbeeld geen knopje zitten, maar je kan hem wel aandrukken om te pauzeren. Dus deze functie is zelfs voor dit aanwezig. Dus dat vind ik wel heel bijzonder. Hij praat tegen me. Niet mouwen, maar muziek luisteren. Nou, de koptelefoontjes, er zit compleet geen bas in. Gewoon eigenlijk vrijwel niet. Nee, klinkt belabberd. En wat ik ook merk is inderdaad, het midden is op zich redelijk aanwezig. Hij is wel heel schel. Hij is echt heel schel. Vooral met nummers als deze merk ik het gewoon. Voor de rest zover ik weet kan je hier niks mee bedienen. Dus dit blijft gewoon de smartwatch die we voorheen kenden. Dus dat is hetgene wat we gaan krijgen. Maar goed, wat kan ik hier nou eigenlijk uit concluderen? Kijk, het is leuk. Het is een product wat dan ongeveer 35 euro kost. Ja, maar het is wel met meerdere functies. Oftewel, het is eigenlijk gewoon een 2-in-1. En normaal gesproken een horloge zoals in deze vormgeving betaal je denk ik zo ongeveer 15 euro voor. Dus je betaalt dan, laten we even simpel zeggen, 20 euro voor de oordopjes. Nou ja, je betaalt uiteindelijk gewoon voor dit, dat het een combinatie is. Het is een leuk product om te zien. Hij is wel heel dik. Het is wel het gemakkelijkste dat je oordopjes bij hebt. Maar ja, wat voor oordopjes heb je dan eigenlijk bij? Ik vind ze gewoon helemaal niet goed klinken. Ze klinken echt gewoon niet erg. Er is geen bas. Het midden is niet echt aanwezig. En het is heel erg schel. Oftewel, hoog is heel erg aanwezig. Kortom, ik ben er niet heel over te spreken. Het is een leuk ding, het is grappig en met de app kan je natuurlijk wel weer dingetjes uitlezen. Maar zoek je nou eens iets van, ik wil geen losse oordopjes meenemen en ik wil gewoon 2-in-1. Nou ja, goed, dan is dit misschien wel een leuke keuze voor jou. Maar je levert dan wel weer in op de geluidskwaliteit. Dus dit is wat je gaat krijgen. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je een beter idee hebt. En ik zou zeggen, abonneer, like deze video en druk op het belletje. Want dan zie ik jou weer de volgende keer.